We zijn een half jaar geleden begonnen met schrijven van een complete musical. En vanavond gingen we voor het eerst het hele stuk, van het begin tot het einde, alle liedjes presenteren aan de mensen die het gaan spelen. Nou, wat ik denk dat Jozef de musical bijzonder maakt, is de rollercoaster, hebben we een paar keer gehoord vanavond van de spelers. Dus de achtbaan van allemaal verschillende gevoelens die het oproept. Ik ben Marijn en ik speel Jozef in de musical. Jozef, zijn droom, zijn reis, zijn gevecht. En ik speel Maria, ik ben Ilona en wij gaan maar liefst 8 keer trouwen. Aan de ene kant intimiteit, als je ziet dat 2 jonge mensen, Jozef en Maria, zoveel van elkaar houden en verliefd op elkaar zijn. Maar dan het ongeloof van, hè, zwanger. Alleen Jozef gelooft niet dat ik zwanger ben van het kind van God. Hoe zit het nou? Ik geloof dat niet. Ik wil bij je weg. De relatie kapot gaat. Het is verdriet, spanning. Maar er komt een moment dat hij zich overgeeft. Het verhaal wat zich dan ontvouwt, het is prachtig. Ja, dat wordt heel vaak repeteren. En het mooie vind ik eigenlijk dat tijdens deze kerst, door deze musical heen, het kerstverhaal eigenlijk door de ogen van Jozef wordt vertolkt. 8 banen van 1,5 uur waarin je het kerstverhaal beleeft. Zoals je het nooit eerder hebt beleefd, denk ik. Dit wil je echt niet missen. Be there.